In de categorie handschoenen aan bij klein gebak is er weer veel aan de hand. Vol verwachting trokken we naar Heelsum, want er is een nieuwe trend ontdekt. Sinds kort sturen de betere bedrijven hun carrièremakers uit de patatgeneratie naar speciale diners, waar gesleuteld wordt aan hun etiketten. Dus trendlustige onder ons, zet de video aan, pak pen en papier, hier volgt een cursus etiketetten. In de sfeervolle ambiance van restaurant De Kromme Dissel mochten we getuigen zijn hoe een stel jonge honden van het bureau Moret, Ernst en Jung om de handen werd genomen. Bij het aperitief zag alles er nog keurig uit. Kurken die niet knallen, beschaafde conversatie, das om en de pink licht gebogen boven de vork, waardoor de amuse-gueule vlekkeloos, ja, naar binnen kan. De heren waren galant, de dames charmant en de cursusleider had meteen de lachers op zijn hand. Vroeger werd er ook gelachen. Sterker nog, er werd gespuugd over de tafels heen. Er werd geurineerd in de hoeken. Men kon spullen niet binnenhouden. Er liepen honden, varkens rond. Het was normaal dat men de handen afveegde aan de honden of aan het tafellaken, maar niet aan zichzelf. God lof dat er servetten bestaan. Vouwt u hem eens in een driehoek en u zult zien dat de oppervlakte wat je op je schoot krijgt gewoon veel en veel groter is. Les 1. Vouw een driehoek. Toen begon het diner. Chef-kok Willemsen, al 25 jaar in het bezit van de Michelinster, leverde zijn gasten meteen een rondstreek. Er was kreeft. Kreeft eten doe je zo. Kreeftenhaak zetten we in het vlees en trek je zo op deze manier eruit. Vervolgens leg je het kreeft, het vlees althans, neer. Kreeftenhaak naast en je gaat snijden met je mes en je vork. Les 2. Kreeft aan de haak. De jongelui luisterde aandachtig en leerde snel. Al duurt het natuurlijk wel even voordat ze ons niveau bereiken. Als tussengerecht was er vervolgens meer. Of je hierna het vingerkommetje moet gebruiken, wisten we niet. Het vingerkommetje, gebruik hem gewoon. Wees er niet dat je denkt, nou, mag ik dat nou wel, mag ik dat nou niet. Gewoon hanteren en ontvetten die vingers. Les 3. Vingers in de kom. En daarna het glas correct vasthouden graag. Het glas zo vast, zoals ik sommigen toch heb zien doen, niet zo vast pakken, want je kunt je een beetje voorstellen, denk ik, als je een vetgerecht hebt, wat een aantal vette gerechten hebt, dan zul je dus aan het einde van dat vette gerecht en je hebt je glas zo vastgepakt zien, dat je niet meer door je glas kunt kijken, het ziet er niet meer uit en je kunt niet echt meer meedoen aan tafel. Les 4. Glas aan de steel. Wel echt meedoen aan tafel gaat zo. Heb ik een aantal mensen zien twijfelen. Zit je nou aan mijn broodje of heb ik jouw broodje nou te pakken? Stelregel is, aan de linkerkant is altijd van jou. Les 5. Brood links. De soep was een culinaire verrassing van de eerste orde. Bereid met truffel, 1200 gulden de kilo, met een fikse lot room en een ferme plons cognac. Gewoon erin. En daarna de boel goed door elkaar roeren en onthoud, altijd van je afscheppen. Les 6. Van je afscheppen. En de lepel, je ziet ook wel eens zo of zo. De cursusleider demonstreerde bereidwillig hoe de lepel correct in de mond moet. Maar dat wisten we al. De vorm van de lepel loopt net zich wel. Ja, zie je. Ja, sorry. Als volgende verrassing had chef Willemsen bedacht dat we asperges moesten eten. En het was heel naar van Bertil dat hij pas na afloop vertelde hoe dat moest. Asperges eten doe je zo. De vork onder de kop. Bij het uiteinde nemen we hem vast met de hand. En vervolgens in je mond. Les 7. Asperges met de hand.
achterkant eten we niet. Het is een delicatesse om de voorkant te eten. En de achterkant zuig je leeg. Als volgt. Wij zijn echter van mening dat men asperges gerust in zijn geheel mag consumeren. En daarna vlug de witte wijn opdrinken, want de rode komt eraan. De vraag is altijd, wat doen we met de witte wijn die we nog hebben staan, terwijl we al wat rode wijn hebben ingeschonken gekregen? Mijn devies is, laat staan die witte wijn. Je hebt je concentratie hard nodig voor de rode. De neus er diep in en snuffelen als een konijntje. En vervolgens houden we de wijn tegen het licht, kijken we diep in het glas, komen erachter dat vingerkommetjes erg belangrijk zijn, en luisteren nog maar eens naar de instructeur. Perfect. Door je mond inademen, dan je mond dicht doen en vervolgens de wijn door je mond walsen, zoals het zo mooi genoemd wordt. Les 8. Liever niet zelf proeven. Het hoofdgerecht was een overheerlijk lam. We twijfelden even, maar gelukkig kan het gewoon met mes en vork gegeten worden. Ik vond het heerlijk. Klein beetje te veel. Is het chic om wat te laten liggen? Het is redelijk chic om wat te laten liggen, ja. En het jasje aanhouden is ook redelijk chic. Pas op het teken van de gastheer uittrekken, niet zomaar uittrekken. Dus dat is ook niet toegestaan. Les 9. Kleding aanhouden. En dit is ook niet toegestaan. Les 10. Niet wrijven. Is zo'n avond nu eigenlijk zinvol? Er zijn echt bazen van de fabriek die denken van, nou, die meneer wil ik niet in mijn bedrijf hebben, want die eet asperges verkeerd. Ja. Ik denk dat dat op bepaalde functies heel belangrijk kan zijn. Ik denk dat ik nu elke klant eruit eet, ja. Als je aan het eten bent met wie dan ook, van je hoort bepaalde fatsoensnormen in acht te nemen, als het nog gewoon gezellig is en als je gewoon op je gemak voelt. Vond je het diner een succes? Het was lekker. En daar gaat het tenslotte om. Niets is prettiger dan het nuttige met het nuttigen te verenigen. De chef kreeg dan ook een dankbaar applaus. En wij begonnen aan het dessert. Het leuke van het dessert is dat alles mag. En daar maakten we dankbaar gebruik van. Hopelijk heeft u ook zo genoten van deze etikettenles. Het was weer een leerzame avond en je neemt er altijd wat van mee. Les 11. Je neemt er altijd wat van mee. Eindelijk mochten we van de RVD een keertje mee met de Prins van Oranje. Op voorwaarde dat we ons wel zouden gedragen. Nou, dat deden we ook. Na met een helikopter geland te zijn op Airport Leeuwarden, begaf de prins zich per auto naar de Leeuwarden Courant en meteen werd duidelijk, Friesland is blij met de komst van de prins en trekt nooit een zijden pak aan in een helikopter, want die kreukels gaan er de hele dag niet uit. De prins van Oranje was op werkbezoek in Friesland en samen met zijn moeder had de Rijksvoorlichtingsdienst een leuk programma voor hem samengesteld. Vanzelfsprekend kwam daar de hele nationale pers op af. Nou ja, naast de lokale media en het Reformatorisch Dagblad waren alleen de story en de privé aanwezig. De grote kranten lieten het afweten. Die lopen niet graag aan de leiband van de RVD. We hebben tijd naar boven. We kiezen de fotografen maar een eindig plekje uit in de hoek. De pers mag niks. Je mag niet praten met de prins. Je moet 20 meter afstand bewaren. En als je eens een leuke inval krijgt... Liever niet gelijk zelf doen, als ik overleg heb alsjeblieft. Ja? Echte oranje klanten stappen daar echter overheen. Krijg je nog veel medewerking als je zo bij het Koninklijk Huis meegaat? Soms wel, soms niet. Dat hangt helemaal wel eens van situaties af. Ik ken nu de koninklijke familie ken ik erg goed.
En ze kennen mij ook. Ze zeggen wel, als je bent erg trouw, je bent er altijd. Lukt het je ook altijd wat je wilt? Mij persoonlijk lukt het wel. Omdat ik de hele familie, die ken ik persoonlijk vrij goed. En dus als ik iets wil, dan vraag ik het gewoon aan ze. En dan gebeurt het ook. En dat is de RVD van nooit een hofdame die daartussen komt? Nee hoor, nee, want ze kennen mij goed en ze weten precies wat ik wil. En daar zijn ze erg blij mee op het paleis. Friesland was, men kan niet anders zeggen, in feeststemming. 'S Ochtends om 10 uur zaten ze al aan de Spaanse muziek. En terwijl de genodigden op een paasbest aan de koffie zaten, de lokale tv zich warm draaide en de bewaking nog even naar huis belde, werd de sfeer in de redactielokalen steeds nerveuzer. Ik zit de hele ochtend al van, wanneer gaat hij nou komen, wanneer gaat hij nou komen? Maar goed geslapen vannacht? Matig. Het is toch woelen en zweten. Daar worden wij ook weer belangrijk van natuurlijk. Hè? Er komt ook heel wat kijken bij zo'n hoog bezoek. De hoofdredacteur heeft speciaal een oranje overhemd aangetrokken vandaag. Zijn er restricties naar de journalisten toegegaan? Nee, we hebben afgesproken, iedereen gedraagt zich zo professioneel, zo volwassen mogelijk. Mooi, hè? We hebben veel gasten over de vloer. Het zou verdrietig zijn als die een geheel verkeerde indruk van ons zouden krijgen. We zouden 23 van die varkentjes laten rondlopen, maar het is ons verboden. Maar wij houden hier complete wedstrijden met die varkentjes, dus het hoort echt bij het redactiebeeld. Ik vind het jammer dat de prins wordt onthouden. De RVD vond het echter helemaal niet jammer. Die zagen de prins al struikelen tijdens het schrijden. En juist het schrijden doet de prins voortreffelijk. Dat heeft hij van zijn moeder. En de pers schreed mee. Hier had de RVD de eerste foto-opportunity georganiseerd. En daar zit hij dan. Hier. Aanvankelijk een beetje schuchter. Wat schichtig. Niet echt op zijn gemak. Maar nadat ze hem een foto lieten zien van zijn eerste overwinningstocht door Friesland, raakte hij al gauw op temperatuur. Ja, weet je, in overleg werd eigenlijk. De prins doet het goed. Ja, hij was duidelijk voorbereid. Hij stelde heel gerichte vragen waar je ook heel goede antwoord op kon geven. De Leeuwarder Courant heeft niet alleen een nieuw gebouw, maar ook een nieuwe pers. En die was duizelingwekkend mooi. Al viel het niet mee om hier een leuke foto-opportunity te regelen. En zo komt het er dan uit te zien. Enfin, anders kijk je maar in de krant. En toen kwam het officiële gedeelte. Na eerst genoten te hebben van vlotte samenzang en ettelijke toespraken, kon de prins rustig zijn werk doen en op een knop drukken. Waarna hij de krant kon lezen. En toen was er drank. Hierbij heeft de RVD de taak om de pers op een afstand te houden, want foto's van een drinkende prins hebben we al genoeg. Vervolgens werd hij getrakteerd op een bezoek aan het keramiekmuseum. Zelf had hij liever een schaatsbaan geopend, maar zijn moeder had erop gestaan dat hij naar het keramiekmuseum ging, want keramiek geeft iets cultureels aan zo'n dag en daarbij, de prins is aan het verhuizen en hij heeft nieuwe tegels nodig in de badkamer. Nadat de verkoper hem eerst gewezen had op een fraaie tegel met goudsbloemen, bleek de prins toch meer geïnteresseerd te zijn in iets met de appeltjes van oranje erop. In het museum ook vond de lunch plaats van de kroonprins. Terwijl er in de Spinoza-zaal heftig in de spinazie werd geroerd, was in het Chinese depot de eettafel gedekt. Het zag er allemaal feeriek uit. Waarbij we hopen dat de prins zich niet als een olifant in de porseleinkast heeft gedragen. Maar dat is flauw om te zeggen, want de prins is helemaal niet dik meer. Hij is reuze afgevallen. Ik begin met een gerookte entrecote met krullen van ganslever, met toast en boter. Krijgt hij een glaasje droge witte wijn bij en een glaasje mineraalwater. Dan krijgt hij gebakken zeewolf met een lekker sausje, wat groenten, salade. Daarna krijgt hij op verschillende soorten manieren bereide aardbeien. Dat zijn verse aardbeien, een puddingje en een moesje. En dan krijgt hij, als het nog lukt, een kopje koffie na. Is de bril niet op dieet? Houdt u daar wel rekening mee? We houden daar zeker rekening mee, ja hoor. Voor de prins wordt er in ieder geval uitstekend gezorgd. En met de pers was ook rekening gehouden. Na de lunch konden we genieten van het Friese landschap. Waarna we bij Aqua Lutra arriveerden. Aqua Lutra is een otterpark. Maar dat zagen we al bij de ingang. Ook hier was het feestelijkheid alom. De aankomst van de prins liep gesmeerd. Een jasje dicht, een ferme handdruk en de hakken even tegen elkaar, want dat heeft hij van zijn grootvader geleerd.
Gelukkig hoefde er in Aqualutra niks geopend te worden, want het is nog niet af. Het enige dat de prins moest doen, was zijn belangstelling tonen voor het milieu en wat otters voeren. Die kregen beter te eten dan de pers. Forel. Forel? Ja. Is dat elke keer of is dat omdat de prins er is dat hij forel krijgt? Nee hoor, het is woensdag en dan is het visdag. Ach ja, wat krijgen ze morgen dan? Kuikentjes. Kuikentjes, ja? De laarzen van de prins stonden al klaar. En nadat we gecontroleerd hadden dat hij geen gaat in zijn sokken had, was het tijd voor de volgende foto-opportunity. Vanwege het jasje vond hij plaats aan de overkant. Wat ook aardige plaatjes opleverde. Vervolgens mocht de prins de benen strekken en weer even genieten van de Friese natuur. De laatste etappe ging naar Steens, waar een sportpark geopend moest worden. In Steens hadden ze er een ouderwetse Koninginnedag van gemaakt. Veel padvinders op de been. De streekharmonie speelde dat de vonken eraf vlogen. En natuurlijk klederdrachten. Wij brengen straks zijn de Hare Majesteit naar Ben. Het is dat er zoveel videocamera's waren, maar anders hadden we ons helemaal in de jaren 50 gewaand. Frisse jeugd in eenvoudige, doch propere sportpakjes. Fraaie staaltjes ritmische gymnastiek. En het publiek was gezagsgetrouw. De burgemeester had gezegd dat ze met de gebakjes moesten wachten tot de prins weer weg was. De opening was een sportief hoogtepunt. De prins van Oranje mocht touw trekken. Het was een hele boeiende middag. En de fanfare was fantastisch. Genoeg heeft de prins het moeten missen, want hij moest nog naar het zwembad voor de laatste foto-opportunity. Die was erg mooi. En deze was ook erg mooi. Even dachten we nog dat we nat gespoten zouden worden, maar hij zag er vanaf, want het koningshuis heeft de pers hard nodig. Al is het maar als doorgeefluik. Vond u de prins leuk? Ik heb hem eigenlijk niet gezien. Nou, ik heb hem in een flits gezien. Hij was al weg voordat ik erg van had. Nou, we gaan hem helemaal aan het jongen. Nee. We gaan van Grabel dat er hier even uitstapt weer. We hebben de prins niet gezien, alleen in de auto. De prins, hebben we niet gezien. Het is wel een leuk vent, maar ik heb hem niet gezien. Ik heb hem niet gezien, hoor. In feite weinig van gezien. Het bezoek liep intussen langzaam ten einde. De chauffeur zocht alvast de kortste weg naar huis. De vlag kon weer uit het foedraal. En samenvattend kunnen we zeggen, Willem-Alexander is een aardige jongen, hij doet zijn werk voortreffelijk en hij zal zeker een goede koning worden. Hij kan mooi openen, aandachtig luisteren, hartverwarmend lachen. Hij is goed voor kinderen en voor dieren. Maar wat een vak, wat een vak. En de vraag is of het wel allemaal overkomt bij zijn toekomstige onderdanen. Wat vinden jullie van de prins? Oh, wel leuk. Ja? Ja. Hij heeft wel van hem gehoord al. Nee. Jij? Vind jij van de prins? Weet niet. Je kent hem niet? Nee. Ik heb hem nooit eerder gezien. Ja, heel goed. Nee, die met dat blauwe pak is de burgemeester. Maar de weg naar het koningschap is nog lang. Zeker 20 jaar. En als het raampje wat vaker open mag, komt het vast wel goed tussen hem en de onderdanen. Met onze onderdanen hadden we meer last. Tot slot het weer. Als aspirant weerlezer hebben we deze week de zuster van Jacques d'Ancona. De afgelopen week is er tijdens het Songfestival in Dublin en Koninginnedag gebleken dat er bij het Nederlandse volk een groeiende belangstelling bestaat voor Oranje. Daarom is op instigatie van de Oranjeverenigingen en de nieuwe oudere partijen besloten meer betrokkenheid te tonen met het Koningshuis. In de vorm van een wekelijks oranje weerbericht, waarin wij ons telkens zullen afvragen hoe is het weer in de diverse oranjeplaatsen.
is er al ijs voor prins Willem-Alexander, zodat hij kan gaan schaatsen? Kan prins Pieter alweer naar buiten, op de motor? Zijn er depressies in aantocht? Want bij vochtig weer kan het snel koud optrekken voor onze bejaarde prinses Juliana. En dan is er natuurlijk nog de fnuikende invloed die zo'n depressie kan hebben op prins Klaus. En dan buiten Nederland. Is er al voldoende sneeuw in Lech voor het koninklijk skiplezier? En is de zon in Porto Ercole niet te fel voor de witte huid van Willem-Alexander en de droge huid van zijn moeder de vorstin? En hoe hoog zijn de temperaturen in Afrika? Kan onze kranige prins Bernhard op safari deze ontzettende hitte wel aan? Op deze vragen zullen wij u binnenkort antwoord geven in ons oranje weerbericht. En dan wil ik nu nog even de groeten doen aan Ed van Tijn, aan Schelto Partijn, aan de familie... Ja, ja, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Dit was er dan weer, dames en heren. Dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.